Kersting ging de thuisclub slechts 2 keer als verliezer van het veld. Op de doellijn staat een Groninger die buitenspel opheft. Dit beeld zal waarschijnlijk betere uitsluitsel brengen. De omhaal is van Koen. Dan wordt die bal door Ramselaar verlengd met het hoofd en is die de doellijn volledig gepasseerd. En Utrecht staat voor in Groningen. Met dank aan deze man die er goed het oog in heeft. Sander Sorloth. Begint bij Dibling. Dan Kappelhof. Sorloth geen buitenspel. Zal die bal eerst moeten controleren, dan moeten draaien. En dan moet hij inschieten. Hij doet alles perfect. Ruiter heeft geen kans. Een van de 2 goals bij de 2-0 eerder dit seizoen. Het wordt Letschert. En hij zit erin ook. Hoe is het toch mogelijk? Dit is weer zo'n raar rode draad voetbal voor haar. Dat zich afspeelt vanmiddag in Euroborg. De 3e minuut van de 2e helft. Letschert die scoort. Hij trapt die bal heel fraai over de Groninger muur heen. In de hoek waar de doelman, dat kunt u begrijpen, niet staat. Het staat 1-2. Drie dit seizoen, 2 ervan tegen de hoekschop van Ajoep. Die krijgt die bal terug. Trapt hem dan hard en niet al te hoog, ook nu weer niet. Ook nu weer niet. Voorlangs. En de enige die attent reageert is Koen. Die staat geen buitenspel. En die zorgt via pad voor 1-3. Ja. Iedereen let op de bal bij Groningen. Niemand let op Ludwig. Bovendien wordt de man die de bal heeft, Haller, niet aangepakt. Krijgt alle tijd en alle ruimte om op zoek te gaan naar een medespeler. En die vindt hij hier in de persoon van Andreas Ludwig. En zo vieren we het ene